24 uur lopen om geld in te zamelen voor onderzoek tegen kanker. Dat was het doel van de Samenloop voor Hoop. In het weekend van 20 en 21 juni liepen naar schatting zo'n 1200 mensen mee met de loop. Er werden in totaal €39.523,52 opgehaald. Een prachtig bedrag dat geheel ten goede komt aan het KWF. En laat het overgaan naar het KWF. Kijk eens aan, dames en heren, het correcte bedrag: €39.523,52. Heeft u eigenlijk allemaal moeten doen om dit evenement te laten slagen? Kort samengevat. Kort samenvatten, dan heb ik toch nog een paar uur nodig om het uit te leggen. Nou, in eerste instantie zorgen dat er voldoende mensen zijn die wat mee willen helpen om dit te organiseren, want alleen kun je dit echt niet. En er zijn in 2 maanden ongeveer 30 heel lieve, enthousiaste mensen opgestaan om dit evenement mee samengestalte te geven. En vanaf die tijd, ja, daar zijn we ook gaan werven in vrijwilligers. En we zitten nu, geloof ik, weet het niet helemaal precies, tussen de 100 en 120 vrijwilligers die wat meehelpen om dit gestalte te geven. Waarom is dit mooie initiatief in Sittard-Geleen komen volgens u? Het wordt gehouden in Landgraaf, het wordt gehouden in Roermond, het wordt gehouden in Maastricht en al enkele keren. En ja, ik heb in Maastricht het meegedaan. Dat moet ik even terughalen. En ja, het is een prachtig evenement, vol emotie, vol leven, vol plezier maken ook. Het herdenken van mensen die wat gestorven zijn aan kanker, mensen die wat kanker hebben, een steun in de rug te geven. Ja, dat mag in Sittard-Geleen mag dat niet gemist worden. Wat is uw emotionele band of wat is uw persoonlijke band met het evenement? Mijn persoonlijke band? Mijn vader is gestorven aan kanker. Mijn schoonvader is gestorven aan kanker. Maar dat is niet de allerdirectste drijfveer. Dat werkt wel mee, ook emotioneel gezien natuurlijk. Hè. Als dadelijk mensen die wat gestorven zijn aan kanker herdacht worden tijdens de kaarsceremonie vanavond. Kijken is heel belangrijk. Dat is toch wel iets speciaals. Daar komen de gedachten aan mijn vader, aan mijn schoonvader, die komen natuurlijk naar boven. Zo heeft ieder zijn dingetje met kanker. Iedereen heeft familie, naasten, vrienden die wat te maken hebben met kanker. Dus niet de directe drijfveer. Ik werk sinds een jaar of 8 als secretaris voor KWF Kankerbestrijding. En ik zag de collecte steeds teruggaan. Mondjesmaat, maar het collecte liep terug in de opbrengst. En we hadden gedacht van, nou, zullen we eens een andere insteek pakken, kijken wat er is. Voorbeelden genoeg, Landgraaf, Roermond en Maastricht. En we dachten, ja, dit gaan we in Sittard-Geleen gaan we ook organiseren. En dat is eigenlijk het drijfveer. Nou, burgemeester Cox, u zei het net al heel erg mooi. In onze gemeente is er ruimte voor topsport. Daar staan we nu ook, een sportzone. Maar er is ook ruimte voor een evenement zoals Samenloop voor Hoop. Wat bedoelt u daarmee? Nou, gewoon dat wij oog hebben voor topsport. Daar mogen we trots op zijn. Maar dat we ook oog hebben voor datgene wat bij ons allemaal in de families regelmatig voorkomt in onze kennissenkring. Bij de gemeente ook. Dat ik zie dat medewerkers ook te maken krijgen met kanker. En dat we er allemaal oog voor hebben en ook aandacht aan besteden. En bovendien is het belangrijk, ja, er moet geld verzameld worden om al datgene wat nodig is om het onderzoek te stimuleren, om dat onderzoek van de grond te krijgen. En ik denk dat door deze activiteiten, wat ook nog sportief is, dat een geweldige bijdrage levert. De organisatie heeft de gemeente benaderd. Wat was uw eerste idee toen ze het plan voorstelden? Nou, ik wist het in mijn vorige gemeente Veldhoven zijn ze ook een aantal jaren bezig en die volg ik dan. Een wethouder kom ik regelmatig tegen die zeer enthousiast over. Ik heb ook begrepen dat ze bij de organisatie ook gebruik gemaakt hebben van de ideeën die daar zijn.
En voor de rest hebben ze alles zelf gedaan. Het is gewoon prachtig. En wij hebben gezegd, wij doen zeker mee als gemeente. Nou, ik geloof dat er 65 medewerkers en bijna het hele college meedoen aan de loop. Ik ben vanavond om 12 uur hier. Heeft u getraind? Nee, helemaal niet. Maar dit tempo, daar kan je nog wel 3-4 uur mee volhouden, denk ik. Familie, vrienden, maar ook mensen die zelf te maken hebben met de vreselijke ziekte kanker, liepen mee. Een emotionele ervaring voor iedereen die aanwezig was tijdens het evenement. Samenloop voorop, waarom loopt u mee? Ik loop mee omdat mijn kinderen hun vader verloren hebben en ik zelf geholpen ben aan borstkanker. Is dat niet extra beladen dan nu? Ja, maar je kunt het niet ontlopen. Je komt het steeds vaker tegen. En als iedereen het zou ontlopen, was hier geen mens. En daarom doe ik mee. Met wat voor gevoel loopt u hier nu? Komen herinneringen terug? Absoluut. Er komt heel veel terug. Het is van mijn kinderen. Hun vader is 1,5 jaar geleden. Dat heb ik ook, ja, omdat het mijn ex is, toch ook wel van heel dichtbij meegemaakt. Ook dan komt alles terug. Ik kan er eigenlijk vrij best goed mee omgaan. Het is alleen als je dus iemand tegenkomt die het ook heeft, dan komt het heftig binnen. En ik kan er zo in het algemeen goed over praten. Maar ja, samen met survivors vind ik het nog steeds heel erg moeilijk. Wat doet het nu met u als u ziet hoeveel mensen op dit evenement zijn afgekomen en hoe groot het evenement eigenlijk is? Ja, dat doet hartstikke goed. Ik bedoel, het is een stukje bewustwording. Ik liep ook net met een ander mee. Die had ook zoiets, het is echt een stukje bewustwording. Mensen staan erbij stil. Mensen, ja, het is gewoon een stukje van ons leven. Je komt het heel veel tegen en ja, ontlopen kun je het niet. Loopt u alleen? Vandaag wel, morgen loop ik het laatste stukje met mijn dochter, omdat het vanwege Vaderdag. Dus ik loop ook een stukje mee vandaag van mijn zoon, want die was er ook niet. We zijn hier voor Samenloop voor Hoop. Waarom loopt u mee? We lopen in de eerste plaats mee omdat mijn vader ziek is en daarvoor zijn we dit jaar ook voor het goede doel te steunen. Ja. En hoe ervaart u dit? Zwaar. Het rondje dat mijn vader meeliep vond ik wel heel heftig, ja. Hij heeft 1 rondje meegelopen. Gaat u 24 uur volmaken? Ik blijf wel 24 uur hier. Ja. U blijft hier, maar u gaat ze ook vol lopen? Nou, niet alle 24 uur. Ik loop 2 keer 2 uur. Ja. Waarom loop je vandaag mee? Omdat mijn opa, die heeft terminale kanker. En ja, ik loop dus eigenlijk voor hem. En loop je alleen of loop je met meerdere mensen? Ik loop samen met mijn klas. En er zijn dus een paar mensen die blijven de hele nacht doorlopen. En blijf je zelf in de tent? Ja, ik blijf de hele nacht overnachten.